Het staat al ontzettend lang op mijn planning en het is nu eindelijk zover. Wij gaan waterchallenges doen. Voordat wij gaan beginnen met deze video, wil ik jullie eventjes vragen te abonneren op mijn kanaal. Het is namelijk helemaal gratis en op die manier kan ik uiteindelijk nog betere content voor jullie maken. En met dat gezegd te hebben, laten we beginnen met de challenges. Hoppa! Oh! Ik ben Tim en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Allereerst begin ik met een comment van een van jullie. En deze keer is dat deze comment geworden. Het is eindelijk zover. Het is redelijk weer. Het is lekker warm. Het zonnetje schijnt af en toe. Ik ben met Timon en ik ben met Tom achter de camera. Hallo Tom. Hi. Heb ik nou net al gezegd wat we gingen doen? Volgens mij niet, maar het volgens mij ook niet. Het is dus de bedoeling dat wij met z'n allen zoveel mogelijk dingen gaan verzinnen. Zonder het water in te vallen. Zonder het water in te vallen, inderdaad. Hij is nog best pittig. Ja. Ah, maar dat is een makkie hoor, Tom. Willen we... Wat is er? Ik vind het gewoon grappig. Die is zo weg op. Ik heb gewoon knieblessure, Tywin. Wij zien het allemaal 14 meer. Ik zou zeggen, de eerste heb ik verzonnen. Gaan we nu terug? Of zeggen jullie, nou ik weet wat anders, iets geniaals wat wij gaan proberen. Heb jij nog iets geniaals? Ja, ik dacht gewoon, we lopen gewoon heel die balk af. Zullen we dat maar doen? Zeg maar niet beginnen met meteen helemaal nat. Maar uiteraard is het wel de bedoeling dat er één van ons vandaag in het water valt. En dat gaat ook zeker gebeuren, dat kan ik jullie garanderen. De volgende balken die zijn redelijk rot. Ik zie dat als je daar springt, dan breekt die gewoon. Oh, Timon. Deze is helemaal doorgerot. Hallo? Oh, dit is echt nat en goor. Jij mag de volgende verzinnen, Timon. Heb je al iets? Nee. Ik ga even nadenken. Nou, kijk eens, Tom. Easy. Wat ga je doen, Timon? Wat zeg je nou? Nee, je moet even voorstellen. Je moet zeggen, ik weet iets. Tim wil die graag niet. Nee, is goed te doen inderdaad. Moet je doen. Wat willen jullie nou? Ja. Kan toch gewoon. Ja, het, inderdaad. Doe het dan. Ze willen niet zo graag. Doe het, Tim. Ja, dit kunnen jullie ook. Kom op. En dan die ook daarna. Deze man is gek geworden. Is helemaal gek, joh. Oh ja. Oh ja. Ja, dat is fijn. Voordat wij dit soort sprongen gaan doen, gaan we het eerst nog eventjes opbouwen. Dus we gaan eventjes naar een andere locatie. Hey jongens, als je in het water valt, geen zorgen. Want er zitten nog meer beesten in het water. Zoals deze vriend. Kijk, dan ook wel vliegen erop. Normaal zijn die niet zo mak, toch? Ik zou hem niet aanraken, zeg maar. Als hij mij nu bijt, hij kijkt me nu aan. Oké, okay. Nou, we laten hem lekker in het water gaan hier. Maar hier gaan wij wel de challenge doen. Oh, fijn. Huh? Kijk. Wat hebben we hier? Precisions, en hier kunnen we het oefenen, want dan kunnen we terugvallen op het hout. Maar daar achter zie ik hem wel voor het echie. Ja, ik zeg dat we dit moeten gaan doen. Timon, is deze sprong haalbaar? Ja, oké, als we eerst nou helemaal dat doen. Ik vertrouw dat ik in deze sprong heb. Het gaat helemaal goed komen. Oké, het is spannend, maar ik moet gewoon committen. Echt mentaal. Heel eng. Je moet dat water compleet vergeten, maar dat is heel lastig. Kunnen jullie niet gewoon steen, papier, schaar doen? Ja. Oh. Oh. Oh, je hebt het wel gedaan. Lekker. Ik zeefde hem nog. Maar oké, ik was dus echt het water ingevallen als ik dit ding niet had. Maar ik denk nu dat het de beurt is aan jou, Timon. Wat kut. Oh. Oh, dit is eng, jongens. 3, 2, 1. Oh, snap het. Het is echt eng. Hoezo sprong jij dit in één keer? Ja, je moet gewoon echt knopje omzetten. Tom die wil toch eerder. Als je hier staat, dan is het heel eng. Maar als je daar staat, denk ik. Ja. Oké. Juist, die lekker Tom. Lekker Tommy. Gruwelijk, nee joh. Jeetje Tom, wat een gek. Nou, Tim. Lekker! Nu moet ik. Nee, ik durf hem gewoon niet in te zetten. En als ik hem dan inzet, weet ik dat ik hem te hard inzet. Kunnen we ook nu gewoon gelijk weer hoog doen naar het water? Laten we dat doen, want als maar je dan, valt, dan weet je ik dat ik het water in. Oké. Okay. Tel maar op, Tom. 3, 2, 1. Ja! Oh.
Oké, zullen wij hem dan maar doen, Tim? Ik ga hem nog een keer doen, Oh, je gaat nu gelijk, maar kijk nog in de staart. Oh! Heb je even nodig? Zeg je, gaan jullie maar eerst? Nee, ik doe nog een keer. Oké. Uit mijn raam. Nou, Tim gaat toch maar even. Klaar voor? Ja, Tim, die moet als shit uitvringen. Oké, klaar? 3, 2, 1. Ja! Yes! Ik heb hem ook gewoon! Wat ziek! Yes! Wat kut! Maar je stond niet stil. Nee, ik had geen stick. Tom. Geen perfecte stick. Oh! Oh, komt ie. Klaar? Ja! Lekker! Goed hoor. Hé, er blijft er één over. Ja! Jammer dit. Als Tom doet, doe ik hem mee. Shorty zegt dus, als Tom hem gaat doen, dat hij ook gaat. Stikken, landen, is nee, gewoon... Springen, alleen überhaupt springen. Gewoon gaan. Springen, ik zie wel eens op nat. Oké, lauw. Okay. Ja! Ja, nee, oh ja! Hij heeft hem! Lekker! Hij had paniek! Sure! Heb je er zin in? Nee. Wat gaan we doen? Ik wel. Nee, ik word toch wel nat, dus het maakt niet uit. Maar wel hard rennen. Je wil hem liever eroverheen als ervoor. Ja, je wil er niet tussen vallen. Je wil zeg maar door. Ja. 3, 2, 1. Oh! Ja! Ja! Nee! Lekker! Nee! Wat ziek! Wat doe jij? Lekker! Ik haat jou! Shoot, respect, lekker man! We kunnen kijken of hier nog ergens een paal zit die verder is. We kunnen terug naar die eerste spot. Oh. Die zou verder was die hoor. Ja? Hij is wel verder, ja. Dus wie heeft de verste eigenlijk gesprongen? Tijmen is verder gegaan dan wij. Ja, we hadden toeschouwers vanaf boven. Vanaf hier zie je het heel lastig. En die mensen boven, die zien dus dat die paal verder staat. En dat is ook echt zo. En dat is dus de reden waarom ik viel. Oh. Ben je nou weer in het water gevallen? Nee, hey Tom, het is echt glad. Ja. Dus ik weet niet of het handig is voor ons. Nee, dat moeten we ook niet doen. Hij is te glad. Hoe komt het glad, Tim? Ja, omdat iemand hier al in het water geweest is op is gesprongen. Nee. Echt? Oh, deze man is gek. Wij lopen al een heel rondje en op elke paal hier zit geen deksel. Dus als je daar met je benen in komt, heb je echt het ergste ooit. Hier zit geen deksel op. Maar, nu komen we bij de allerlaatste paal. Ja, is wel heel ver. Oh, jongens. Wat is er, Tom? We kunnen het niet doen. Denk je dat die haalbaar is? Ja, ik weet het toch even niet hoor. Deze. We zijn even snel het onkruid weghalen. Oké, maar heel even eerlijk. Als ik hier sta, dan ben ik er zeker niet van overtuigd dat ik hem haal. En wat gebeurt er als je hem niet haalt? Dan klap je tegen die paal aan en wat dan? Ja, je haalt hem wel. Je wil ook niet, zeg maar, onder die paal landen zonder dat je weet wat daar ligt. Ik heb twee jongens hier horen zeggen dat het een hele makkelijke sprong is. Ja. Wie heeft dat gezegd? Sjoerd heeft gezegd? Ja, ja. Ik wist niet dat Sjoerd dat gezegd had. Heeft Sjoerd dat gezegd? Hierachter hebben we een vuurtorenboot. Ik wil best een salto doen van die vuurtoren af, maar... En wat vind jij van de vuurtoren? Vind je dan dat eerste ding of bedoel je dan echt de top? Nee, dat kan niet. De reling? Nee, de reling. Maar welke reling? Van welke? Van het plateau. Van het plateau. Ja. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oeh, ja. Nee, bam. Hij heeft het. Ja, oké. Juist. Oh, yes. Tijmen, jij. Wij gaan op zoek naar een laatste sprong. Deze is toch net iets te gek voor Tijmen en voor mij. Tom, jij hebt hem echt makkelijk. Heel ziek. Ik nog een keer doen, dat is wel... Nee. Daar zijn we dan. Ik heb hier ooit een catleap gedaan. Toen gleed ik uit. Dus, die gaan we weer doen. Alleen een stukje verder. Een stukje verder. Moet je dit even zien. Kijk, hè, stel, je hebt de rand aan de overkant, dan zet je je voeten neer. Nee, het is inderdaad heel veel grip. Nul, geen grip. Ik heb misschien één idee. Als ik het niet beter zou weten, zou ik denken dat deze man gek geworden is. Heel die handdoek is nu goor. Bam! Ja?
3, 2, 1. Oh! Wacht even. Bam, bam. Juist, ik zei het. I'm in it for keepsake. In the field with the bleed lace. Beat freak with the bare face and a slick tie. That's what she say. She look good, she a big tease. When she bite lip with the white face. 3, 2, 1. For Pete's sake, I'm above average. I padded my stat. I got a matter what he say. I'm the 2010 yeah, LeBron James at the back. Down for the task force. If I run his fate. Yeah. Ja! Je ziet het vlak waar ik het stroef gemaakt heb. Ik ging daar dus naast. Dat moet je niet doen. Dit is haalbaar voor iedereen. Oké, okay. Oh, oh! Nee, Sjoerd! Hij heeft hem nog wel. Ik zeg nog, deze is haalbaar voor iedereen. Maar hij had hem wel. Gaat het, Sjoerd? Gaat het? Gelukkig. Kan je vangen, Tijmen? Heel eng moment. Ja, hij gooit hem. Echt net niet in het water. 3, ja. 2, 1. Juist! Oh! Oh. Lekker Tom! En viel het mee? Nou, ik ga dit niet nog een keer doen. Beloofd is beloofd. Ik zou nog hier vanaf springen. Ik zei inderdaad een backflip, maar nu ik er naar kijk, weet ik dat niet zeker meer. Ik ga eventjes naar boven, kijken wat er mogelijk is. We nemen de GoPro mee. Tom, jij wil vast wel vanaf de kant. Wij hebben Tom aan de kant achtergelaten. Tom zit daar. En die gaat ons filmen. Het enigste rotte hiervan vind ik dus dat iedereen ons dadelijk aan het aankijken is als wij dit doen. Maar het is ook wel weer vet. Misschien voor die mensen op het terras. Precies, een beetje entertainment. Ja. Hey Sjoerd, ja? Voor jou wordt dit je hoogste sprong die je hebt gedaan, vertelde je? Ik denk het wel. Doe het alleen als je er zeker van bent, hè? We gaan naar boven. Zodra we op het platform staan, dan kijken we eventjes of het echt kan. Mm-hmm. En ik heb hiernaast al een keer in het water gesprongen, dus ik weet dat het diep genoeg is. Mocht je het niet zeker weten dat het diep is, doe het dan niet en ga eerst checken hoe diep het is. Ik heb een hoop stomme ideeën gehad in mijn leven. Dit is er weer één. Oh, kut. We gaan er af. Oh, sorry. We gaan eraf. Ja, nu moeten ze wel springen, anders dan hebben ze een probleem. Oh, nee. Kijk, wij hebben gewoon een domme bucketlist. En dit stond erop. Ik kijk hier al jaren naar. En ik moest dit gewoon een keer doen. Ik wil bij deze alvast even mijn excuses aanbieden voor dit. Sorry. Het spijt ons. Het stond al heel lang op ons lijst. We dachten, we moeten een keer gaan. Kom je nou met je voeten in de truck, of niet? Nee. Mijn lange naam. Nee, we hebben het een keer getest met een bootje, dus we wisten hoe diep het was. Ja, 3 meter. Ja, 4 ongeveer, ja. Ja. Klopt. Ja. Ja, je moet gelijk eigenlijk als een soort banaantje. Als je het beter gaat, als ik het ja. Nou ja, pas die haat is schoon, ze hebben hem helemaal schoon gemaakt. Uitgemakkerd. Dankjewel, fijne dag nog. Fijne dag. Tom, het spijt me. Ik zou inderdaad een flip doen, maar die reling is rond en het was veel hoger dan ik dacht. Dat was zo'n harde klap. We zijn nu toch al nat en we lopen toevallig langs de eerste spot, dus we gaan eventjes een flipje doen, denk ik. Kijk, hoppa! Komt daar nou een zwembroek uit de tas? Ja, let's go! Oeh, Tom! Kut! Kom op, Tom! Kom op! Dat is het! Juist! Ja! Lekker, Tom! Zie ik het nou goed of ligt er een steentje op? Er ligt een steentje op. Oh! Het was niet eens een steen. Nee, het was scheid. Oh, en op zijn rug. Zeg maar, er ging iets mis in mijn hoofd. Omdat het net zo lekker ging, ga ik gewoon nog een keer een dubbelfront doen. Maar nu hopelijk wel goed. Ik wou net helemaal geen dubbelfront. Oh, deze was echt ziek clean. Ziek
Deze was echt sick. Wij zijn weer terug bij de allereerste spot. Nou, weten jullie nog dat ik moeilijk deed over dit sprongetje? Ja. En kijk, en nu zijn we dus al in het water geweest. Dus ik denk dat deze geen probleem meer is. In vergelijking met net is dit echt, echt goor. Dit water, ja, dit water is wel redelijk ranzig. Dus ik zou het in ieder geval niet doorslikken. Tijmen, is het... Oh god. Ja. In vergelijking met die sprongen die je allemaal gedaan hebt, is dit niks. Jawel, want dit is een dunne balk. 3, 2, 1. Hoppa! Oh! Nou, dat was hem. De laatste sprong van mij, want Tijmen die gaat nog. Ik zeg dat het gaat regenen. Dus wij moeten nu. 3, 2, 1. Lekker Tijmen. Kijk uit, dus rat. Zoals jullie zien, gaat het nu echt gieten. Ineens. We hebben echt precies op tijd deze video afgekregen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Als je dit nou vet vond, laat even een duimpje omhoog achter. Laat in de reacties achter of we dit vaker moeten gaan doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor nog meer van dit soort content. Check Tijmen, check Tom, check Sjoerd, check Damien. Ondanks dat hij even niet gewoon niet voor de gezellig was. Nogmaals, bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende. Later. Oh god. Wat een klap. Het is Tom aan Tim. Goed gedaan. Ik zou het zelf niet beter hebben gedaan, want ik zou het niet hebben gedaan. Dus